dat WK gestart met voetballen. Gek. Als ik dat WK niet had gekeken, dan was ik ja, oftewel in 2018 of zo, 2016 pas begonnen met die EK of WK of nooit. Als dat niet was, die voetbal met de buren, dan kon dat wel eens goed zijn dat ik nooit had gevoetbald. Dan hadden wij hier nu nooit gezeten. Dan hadden wij hier nu nooit gezeten. Of misschien via jou, nee, dan had je Wout ook nooit gekend, besef. Nee. Je kijkt naar WK met alle gevolgen. Eigenlijk zoiets kan ik. Oh fuck, ik heb nog geen dood. Mijn finish het. Ik wil zeggen, ik wil die wel hebben, maar ja. Jij mocht hem hebben hier. Echt? Ja. Ja, ik heb een sniper gevonden, dan heb ik tenminste. Het is ook maar een red eye. Ja, ook. Daarom dat ik hem mag hebben. Heb ik zo'n slechte grijze shot onder u? Het is momenteel beter dan niks. Zijt je nu gesniped of wie werd er gesniped? Nee, ik heb niks meegemaakt. Klonk alsof er iemand hier hennig gesniped werd. Ik heb een groene bacon voor u als je wilt. Nee, dat vind ik best lekkerder ofzo. Zie mij de hele tijd naar die vlag lopen en teruglopen. Dan heb je ook een mini, alhoewel, neem mini niet in, maar misschien krijgen we shield, kijk uit die vlag. Dan neem die mee, maar nog niet ja, innemen. Ja. Liggen die daar nog of? Ja, die zijn hier best nog aanwezig. Zeg, hoe vaak ben ik al van die vlag weggelopen ondertussen? Oh, hier bouwt een botje. Zie mijn lijk hebben. Hoppa, botje is eraan. Dus kijk. Geen shield, kijk. Kijk, ik krijg mijn mini-shield. Eenmaal twee bikkels in. Daar moet ik eens afcrossen. Hij cross terug. Ik ga hem direct wel even aanpakken. Geen sniperkogel genoeg. Nee, nu moet je weer net. Nou, waarom dump ik die nu? Flikker, waar is hij naartoe, jongen? Ah, daar komt nog iemand. Nou, op de een of andere manier heb ik meer shotgun ammo gebruikt dan verwacht op die ene kill. Daarboven op die berg staat er nog een. Ja, hier zitten een paar mensen ofzo. Ik ga die daarachter zoeken. Dan word ik weer door mijn mannen. Schiet er haak, maat. En betere hits dan 18 misschien. Big potje. Ik ben die ene guy van op de berg daarachter nog kwijt. Voor al die flikkers hier. Hoeveel heb je er hier al? 4. Keurig. Ja, sopa. Ik ben hier boven op die berg. Ja, maar ik had nog iemand anders gezien daar boven op die berg ook, maar hier ook iemand bij mij, hier in de buurt. Oh fuck, ik word beskiet. Smaak, kom, want ja, er twee man. Ja, ik heb er één, hè? Ja, die had je zelf. Die andere kan een beetje bulden. Ik heb een beetje lag. En een beetje een kill. En een beetje veel lag, zeg. Hoe erg je lust is super. Dat is echt handig, daarmee kun je vluchten, geen fall damage pakken. En ja, dat is het eigenlijk.
Wat een rotdag was het vandaag. Ja, je hebt vandaag... ja, je was niet echt buiten, maar het was echt shit. Dag, jongen, vandaag van weer. Ik heb daar best door zitten fietsen. Ja, deze morgen nog even. Ja, maar ik was pas om 11 uur thuis. Ah, ja, zo gaat dat nog. Het is nog erger geworden. Ja, dat heeft de hele dag door echt ziek weer geweest. Maar dat is straks nog echt, nee, iets, ja, rond 2 uur of zo, maar hagel, jongen, en weet ik veel wat allemaal, echt fucking vuil. Ik heb een gouden Maven en ik heb geen sleutel, kut. En ik heb een klein piemel. Zomaar eens een Deense jongen zijn. Ja. Wat zei ik toen ook, volgens mij toen hij zei, ik heb een kleine piemel, zei ik ook dat dat betekende dat... You like bread. Ja, inderdaad. Ja. Heeft één zelfs met het ander te maken. Primo brood. Shit, ze me aangepakt worden. Waar zit hij? Ja, maat. Senne gaat eraan. Roy komt eraan. Ik weet niet of Senne zit, langs op de map. Wil ik helpen of? Gekke waggie. Komt die mens iets of? Ja. Kunnen wij daar samen meer tegen? Nemen. Nee, dat waren er twee ook. Maar ik ben best bij u, schatje, patatje, wat? Een flikker is hier. Maar laat me dan in. Maar waar? Boven zo, ja. Ik wil in uw auto stappen. Ja, ik dacht dat je hem toch wel gaan fighten, dus ik wil hem omrijden. Ik was jou aan fighten of zo. Hoe de fuck zit deze guy met me weer, joh? Die kankerstraal op, jongen. Ik heb hier nog een zwaard achter mij aan. Ai, ai, fuck damage van die auto. Ja, man, dit is echt wat ik wil. Leef weer naar mijn verdienste toe, hoor, deze pot. Asje was uw hamster. Je hamster zal maar eens kaasje heet. Oh, welke flikker we daar hebben. Oh, een hamster was pluisje. Zie je wel eens voor die kaasje, een hamster met een kaasje. Je moet ook, hij redt gewoon een reboot beschouwing naar. Lekker op, jongen. Zie ik dan de shuggies liggen? Ja. Je zit een shuggy. Ja. En misschien ook net licht over. Een beetje. Ik weet niet of ik hier wel durf of zo bij deze reboot. Waar staat dat ding? Ah, hier. Die staat wel kleur is goed, hè. Gaat jij Champions League kijken straks? Ah, oh, die moeten spelen. Dat is wel wat nu net strak was. Porto Inter en Man City Leipzig. Mensen City is best kut ofzo. Zo gemengd ofzo. Ja, dat ze die beelden zo wat doorheen laten zien ofzo, bedoel ik. Nee, dat is best kut. Ja,
Oh, ik kan een shuk kanon pakken voor u, Roy. Nee, dat is best wel lekker of zo. Ik kan hier ook nog iets pakken voor u als je wil, een paarse meubel misschien. Misschien wel. Ja, ammo kan ik niet echt kopen. Shotgun ammo kan ik wel een beetje kopen. Dat is toch het enige wapen wat ik heb, ja, en een kutriffel. Weinig bulls, ik heb geen sniper ammo. We staan er niet goed voor. Maar dat maakt niet uit. Nu zijn die kutmensen eraan eigenlijk. Ik zie hier gelijk sniper ammo liggen. Waren die kutmensen er al aan van daarnet? Dat weet ik niet hoor. Oeh, zie meer veel hebben opgepakt van bulls en ammo. Kunnen snoepen. Als jij nog iets moet nu van de ammo, behalve bij jaar ammo. Nee, jaar is het enige wat ik niet heb. Anders. Ik heb ook niks anders, letterlijk. Ik heb alleen sniper ammo opgepakt en bulls. Ik nee, kut dat ik geen dinges heb. Anders zou ik de hele tijd zo zitten doen. Kut dat jij geen kut hebt. Oh, ik hoor daar ergens waar dat bush, 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 bush. Hier zo in het hutje, hier, hè. Hier zitten mensen in, boy. Waar? Hierin? Ja, je ziet ze net wegvaren. Blijf hier even zitten tot de tijd verstreken is. Waar heb ik mis? Dat was één guy, maar die had ook een kroontje en zo, die kon wel iets. Oh, hier ligt enge loot, Roy. Ligt daar riffel ammo? Nee. Nee, nee, niet. Daarachter zat ook nog loot, waarbij hij ook nog langs solo was gegaan. Een sniper ammo, weer geen riffel ammo. Dan gingen we niet gewoon blijven zitten in die dinges. Ja, maat, als je loot ziet, ik heb sniper ammo voor de jaar. Ja, 40. Ja, ik zou dan een beetje droppen. Nog eens 30 hier. Alleen nog eens, volgens mij heb ik nog niks gedropt van de jaar ammo. Zeg mij hetzelfde wil ik gaan doen. Shotgun heb ik echt meer dan genoeg ofzo. Het is mij echt gepatenteerd op die dikke hooi vork willen rondcrossen. Oh, ik dacht dat het een bush was. Kruip ik bijna een boom in. Dan zeg ik zelfs, kijk hier ligt nog een stuk van die bowlingbaan trouwens. Zal ik even jullie overleggen. Wajo. Er is een shield cache. Maar ik denk dat je die niet nodig hebt ofzo. Nee, want ik heb toch dat shield kanon. Ik heb best wel veel steen ofzo ineens. Ja. Hoeveel steen heb jij? Vol. Vol van hout en steen. Vol van woud en steen. Ik kom hier ergens in een struikje zitten. Voorlopig even een paar seconden, een minuut of zo eerder. Zat je maar in mijn struikje. Hier zitten we nu dus echt kaarsje op. Je hamster. Stel je voor, uw hamster noemt echt kaarsje op. Nu heb ik echt zin om een hamster te gaan kopen of zo die kaarsje te noemen. Doe me toch. Ik zou het echt ook gewoon doen. Ik ga u echt eens een keer ook doen. Best wel. Bernie. Bernie, Barwell, Ari, Barno, Bar. Baraba, nu bailo, nu bailo, ik heb dat gehad. Zou die cirkel eigenlijk op voorhand door de computer al beslist zijn, of wordt er beslist op basis van waar het meeste mensen zijn ofzo? Daar heb ik nu echt geen idee van. We mogen best blijven zitten. Oh mijn god! Twee kroontjes. Kijk papa. Is het maar weer zit maar stil, zelfs worden weer uit de bush gesnipt. Maar. Victor.
Volgens mij als die volgende cirkel er is, zijn we nog met 6 of 7 of zo. Jij zit de volgende cirkel, al die boontjes er ook recht op ons blijkbaar. Ja, dus zit maar stil. Ah, zie me boeien. Daar is een aan het bouwen, daar is een aan het bouwen. Dus zit stil. Ah, oh. Ik mag nog nooit eens iets doen, hè, man. Ze hebben 5 rondjes rond de plein. Maar... Kom. Kom, als je echt stil wilt zitten, kom. Zet het erbij dan. Zet het erbij. Ik ga hier echt niet alleen stil zitten, hè. Zet u er dan op zijn minst bij, ja. Ja, maar kijk dan naar mij. Ja, ik zie u wel. Oh. Dit wil ik niet, was het? Hoe groot ben ik, Roy? Wat is mijn naam? Oh, nou. Ik gooi het weg. Nou. Bounty is eraan. Pas op, er zijn nog mensen dan. Oh, is hij erbij, ja. Oh, we kunnen nog eens blijven zitten. Maar oh, je zet het erbij. Nou, je zit hier zo gunstig, maar... Zet het er nu bij. Hoppa! Of misschien zit ik net uit de dingen zo. Valt dit op als je dat doet? Nee, ik denk het niet. Ik hoop het voor u. Ze bij hier zitten. Morgen Basakshi hier Gent. Ik hoor de best iets. Nu stop jij. Hoe zit hem? Ik loop daar. Ik ben niet zeker dat ik die nog naar een snel krijg. Ik kan het niet riskeren. 7 man, 5 teams, best gunstig of zo nog. Is het best gunstig nog? Kijk, kom nu maar even opletten. Daar is nog riffle ammo. Zal ik die rap gaan pakken? Oh, weet ik niet, joh. Acht man, 5 teams. Heb je mijn schandalige sfeerfoto in Kroontje al gezien? Nee. Maar er is iemand gereboot. Ja, dat is toch wat ik net zei? Ja. Zie hier terug iemand gereboot zijn. Maar. 8 man, 4 teams terug. We moeten move en nu moeten we het goed uitspelen. Wacht, hè. Ik zie hem al wel weg zijn. Ik moet nog even dansen. Is hier nog ergens een bush? Ze me mee afkomen. Die bus zit er best niet in. Nee, best niet. Hier zo zijn huisje, daar zou toch toevallig niemand in zitten, zeker. Dat is volgens mij een huisje waar dat straks in ons zat zelfs. Maar als we hier achter zitten, achter deze Roy, stop met zo te sprinten, jong. Als we hier nu zijn gaan zitten. Nou, dat is een huisje onder straat. En ze zien uw voeten daaronder door. Nu vallen hennig op zo. Maar. Wat is dit? Oh my god. Ik zie de mensen rondvliegen. Wat? Dit is een enge lobby, hoor. Verschillende mensen knokken het uit.
Ja, dat is een eigen lobby. Scansel, add it to tally. Zes man, vier teams. Moeten naar de cirkel. Vijf man, vier teams. Wij zijn het enige duo. Wij zijn het enige duo. Dat is gewoon allemaal pakken als gekke puppies. Nee. Als taco's bedoelt je misschien. Maat, ik zie daar enge rotations gegooid worden, jongen. Ik heb ze nog met mijn shotgun onder op te vegen. Zal ik dat doen? Nee. Daar gaan we naartoe. Leuk een beetje kijken dat er hier ook niemand opfakt of zo. Als ik daar zie iemand op moest komen, kijk er beneden nog even. Waar moest er iemand zitten? Nee, er is niemand. Zitten we hier best pittig goed, vind ik. Moeten wij gewoon hier een beetje achterblijven? Hier. Nee. Oh, enge fights erachter, maar de mensen zijn wel goed, joh. Het voordeel is, we zijn met twee. Ja, maar zorg maar dat je niet gesniped wordt. Zeg, hierheen een vliegen? Oh, als hij even piek, kan je hem fucking hard snipen. Volgens mij heeft hij mij gezien, joh. Hier is waar, goed beneden. Liep je die onder andere nemen? Wacht nog achter het lopen mee, jong. Leuk hoor, ik dacht er echt fucking hard van die fucking façade geschoten, jongen. Oh, we worden gedood uit. Niet gaan, hè. Nee, nee, nee. Nu zo nog met vier teams in zo'n kleine cirkel. Ik ga hier even een klein beetje bijbeelden, dat we die dagoes hieronder even kunnen pakken misschien. Jong, jong, jong. Oh, als ik hem direct terugpak, dan zou er niet goed van zijn. Misschien maak ik hem ander af. Dat is Linder, even Linder. Heb je hem? Nee. Nee, nee, ik show hem gewoon ander af even. Linder. Vlinder, circus. Ja, dan moeten we beginnen te moeven, Roy. Ik volg je. Ik was het, mensen. Maar hier zit ook nog een hondje, zeker. Ik heb dit nu weer in zo'n cirkel. Kijk, aan de andere kant zit iemand. Maar die flikker, jongen. Oeh, Troy. Ja, ik zit er vast weer aan het leren. Hoe kan dit in deze cirkel, joh? Kijk, hoe kan dit? Oh, dat ik niet meer aan het leren. Ik kan hem pakken. Ja, ja, ja. Maar, zit hij vast? Ja, pak een klote flikker. Ik ben wel weg. Ja, ik ken niet. Kut, sorry. Je zult het alleen moeten doen. Vier solos in die cirkel, joh, what the fuck. Is het solo of zo? Ik vind het wel respect dat wij nog zo lang geleefd hebben dan met dit. Oh, 1v1, 1v1. Hoppa! Hoezo hebben we dit ineens gewonnen, joh? Hoezo? Om mij wat goed zijn. Oké, okay, bedankt voor het kijken allemaal en tot weer een volgend ding. Achtste streepje.